Hallo mensen van Beeld en Geluid, je ziet van de vlog op je scherm. Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Beeld en Geluid vlog. Ik ben Bonnie van het kanaal Boncolor en ik zit hier met Saske en Alwin van Vet Gezellig. En die gaan iets heel spannends doen, toch? Ja, ja. Wat gaat er gebeuren? Nou, we gaan onze hoe noemen we dit? Een documentaire? Want de ene zegt documentaire. Ja, documentaire serie. Ja, het is een documentaire serie voor op YouTube, maar we gaan hem vandaag vertonen. Dus het is echt een première. En dan is die aan één stuk. Dus dan is eigenlijk is het een film. Oké, en we zijn nu in Beeld en Geluid. En hier is dus de première. Er komen straks allemaal mensen. Die komen allemaal speciaal voor jullie. Ik ga alweer even extra zenuwachtig maken. Even lekker zenuwachtig maken. Maar waar gaat het ongeveer over? Het gaat over vloggen. En we hebben bepaalde categorieën daarvan uitgelicht. Het beginding van deze serie was vlogworkshops die we wilden gaan volgen, die voor bedrijven gegeven werden door andere bedrijven. Dus zeg maar hoe je als niet-vlogger kan leren vloggen. Dat zijn die workshops. Ja, dat zijn die workshops en die wilden we graag volgen. Toen wilden we ook iets meer daarmee maken, want anders is het alleen maar dat stukje en dat is gewoon saai. Of tenminste niet saai, maar dan is het gewoon heel erg weinig eigenlijk wat je hebt. En toen hebben we gewoon echt voor vier chapters gekozen, dus vier hoofdstukken. Er zitten ook allemaal YouTubers in, toch? Ja, Bardo zit erin, van Banjo Movies. Ik vind ook de kritieken die men uit op de YouTubers nu, dat het vind ik heel dol. Jill van Doren, Krokodil. Ik denk dat mensen er ook een beetje te makkelijk over denken. Masha, Beautygloss. Nou, ik moet zeggen, tegenwoordig snappen mensen het wel. Als je zegt ik vlog dagelijks, dan weten ze vaak wel, oh, dat is van YouTube. Ismael zit erin. Ex-treitervlogger Ismael. Nee, hallo, je zegt iedereen bij zijn YouTube-naam en hem noem je een treitervlogger. Hij is gewoon een hoedvlog, jongen. Oh, maar ik dacht dat zijn naam gewoon Ismael Ilkoen was nu. Nee, zijn naam is Ismael ex-treiter. Oh ja, precies, ex-treitervlogger. Sorry. Maar die komt ook, toch? Ja, die komt ook. Misschien kan we straks ook wat vragen stellen. Ja, gaan we doen. Superleuk. Gio Latoy. Joost, Enor Joost. Domien Verschuren zit en ook Chris in. Klapwijk van YouTube zelf. Oh ja, wij zitten er trouwens ook in af en toe. We gaan voor vlog. Workshop. Ja, zullen we die bellen? Hoeveel zou dat dan kosten? Twee dagdelen reken ik 1000 euro. 1000 euro? Gezellig. Vet gezellig. Jij zit er ook in. Oh mijn god! I didn't know. Nee. Wel met iets normaals of niet? Nee, het is heel kort. Hallo allemaal. Wat leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Dit is onze screening, première van de documentaire serie. Nou, eigenlijk is het hier een film. Hij komt als een serie op YouTube. Van de film Vloggers. Afgelopen en ik ben hier met Vera. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt heel erg tof. Ja, de tijd vloog echt voorbij. Lekker veel variatie. Veel diverse YouTubers geïnterviewd. Een stukje over de vlogcursus vond ik super interessant. Ja. De dingen die daar gezegd werden. Dat was mijn favoriete stuk. No. Ja. Volgens mij moest iedereen ook best wel lachen tijdens dat stuk. Ik in ieder geval wel. Ik ook. Hard ja. Dat er echt dingen gezegd werden waarvan je denkt, nou ga vooral kijken op YouTube. Ja. Dus ik vond het heel erg leuk. Oh. Jij ook? Ja, ik vond echt, ik zat er, ik was gewoon zo trots op Saske. Ja, want ik vond het zo goed gemaakt, zo professioneel. Ja. En ook gewoon, het gaf echt een heel realistisch beeld, vond ik. En wat ik ook zo leuk vond, dat ze inderdaad nu echt zo professioneel, dat je echt denkt, wauw. Ook met die voice-over van George. Maar tegelijkertijd is het toch nog heel erg een eigen stijl. Ja, hè? Dat vond ik zo cool. Ja, en er zat ook echt humor in. Ja. Wow, we zijn dus echt heel enthousiast. We zijn nou helemaal fan. Wow. Ik ben hier met het zusje van een van de makers, met Teske. Hoe vond je het? Ik vond het zo cool. Ik had natuurlijk wel hier en daar al wat dingetjes gezien. Of nee, ik had nog niks gezien van de serie, maar ik had er wel dingen over gehoord. En ik weet gewoon hoeveel werk er in zoiets zit. Weet je, sowieso iets van meer dan een uur maken. Wat allemaal zo goed geëdit is, strak. Zoveel interviews door elkaar knippen om dat kloppend te maken. Dat is echt, ik zou het niet kunnen. En jij bent natuurlijk ook YouTuber, dus jij hebt ook heel veel te maken met de mening van mensen die misschien niet precies weten hoe het allemaal zit. Ja. Maar vind je het belangrijk dat mensen, hoe mensen erover denken? Ik vind niet zozeer belangrijk
hoe mensen erover denken of dat ze überhaupt snappen hoe het zit. Maar waar ik niet zo goed tegen kan, is dat er dus heel veel in de media wordt gezegd wat niet waar is of wat niet klopt. En dat is het meer ding. Maakt me helemaal niet uit als je het wereldje niet snapt of dat je er niks mee te maken hebt of wil hebben. Maar je kan niet dingen gaan zeggen alsof het de waarheid is. Als je zoiets wil coveren in de media, omdat je weet dat het veel views of veel hits gaat krijgen, dan moet je wel jezelf een beetje inlezen en niet spreken erover. Ja, maar dat liet zij ook wel goed zien, vond ik, dat niet altijd gebeurt. Maar dat deden zij dus wel mooi. Zeker. Hallo mensen van Beeld en Geluid, die zien van de vlog op jullie scherm. Nou, ik sta hier met Ismaël. Van de Hoedvlogs. Van de Hoedvlogs, inderdaad. Ik vond het, het is heel goed gemaakt. Ja. Je ziet gewoon zeg maar, dat de content, dit is gewoon een stapje hoger van Nederland. En dat ik er zelf ook in zit, die gaan een beetje bukken. Ja, ik kan ook wel. Ja, dan zien we het niet. Maar dat ik er zelf ook een onderdeel van mocht zijn, dat was ook heel tof. Snap je? Ik heb aan de andere kant dat kunnen zien. Ja. Wat vind jij het belangrijk, want het ging ook in de docu over hoe mensen over YouTubers denken. En maakt dat jou heel erg uit, hoe mensen over YouTubers denken? Mensen denken heel veel. Dus iedereen heeft andere gedachten. Mensen denken goed over je, mensen denken slecht over je. Dus als je daarmee bezig gaat houden, dan gaat je gewoon vol zitten. Ja, maar vind je het belangrijk dat zoiets als dit dan gemaakt wordt? Natuurlijk. Als er een bepaald beeld over YouTube komt, moet dan het feit zijn. Het moet wel kloppen, zeg maar. Oké, top. Nou, fijne middag nog. Ja, hetzelfde. Oké, okay, maar dit thanks. Is ook een baan. Ja, zeker. Ja. Dat is iets van de vlog. Sanne! Hey! Hoe voel je het? Ja, ik voel het erg tof. Ja, zeker. En jij zit al heel lang op YouTube natuurlijk. Heb je heel veel veranderingen gezien als je het nu vergelijkt met een paar jaar terug? Ja, heel veel. Ja, we zijn gewoon echt met een heel klein groepje begonnen qua YouTubers. Het is misschien tussen 20 en 30 mannen en iedereen kende elkaar. En nu is het is zo groot geworden dat het is echt niet bij te houden. En het vloggen zelf is ook gewoon heel erg veranderd. Ook veel professioneler geworden natuurlijk. En vind je dat die verandering, vind je dat leuk of vind je dat jammer? Ja, ik mis het wel heel erg hoe het vroeger was, maar ik vind het ook wel mooi hoe het nu zo is gegroeid. Hebben jullie een bepaald doel of iets wat jullie wilden aantonen hiermee? Ja, ja zeker. Ja, kijk. Vraag het aan mij, maar jij erin. Oh, ja, sorry. Alwin? Nee, laat maar. In de afgelopen jaren zijn er steeds wel documentaires gemaakt door... filmmakers, programmamakers. En die zijn ook op tv gekomen en zo. En over vloggers bedoel je? Over YouTubers, sorry. Over vloggers, inderdaad. Ja. Wat goed, jij bent echt een juffrouw. Jij geeft zo aan van... Nee, je moet wel zeggen dat er vlogs gaan, want anders begrijpen mensen het niet. Nee, maar even ter verduidelijking. Ja, dat is goed. Oké, okay, bedankt voor het compliment. Nee, maar dat was allemaal een beetje... Ja, het was net niet helemaal of zo. Ik weet niet. Een beetje verkeerd beeld gaf dat toch, Alwin? Van de YouTube-wereld. Ja. En wat jullie gemaakt hebben, geeft dat wel een realistisch beeld, vind je? We hopen van wel. Nou, zo te horen was iedereen dus super enthousiast. We gaan nu even kijken naar iets heel anders, naar iets ouds. Nou, het was echt een superleuke middag. En als jullie benieuwd zijn naar de docu van Saskia en Alwin, die komt online op hun YouTube-kanaal en dat staat hieronder ook gelinkt. En verder sta ik hier nu bij een bijzondere plek. Je kan hier namelijk je eigen luisterverhaal opnemen. En het is heel februari is het hier zo bij Let's YouTube de maand van journalistiek. En dit hoort daar bijvoorbeeld bij. Maar je kan echt nog veel meer doen. Je kan bijvoorbeeld leren presenteren met de jeugdjournaalpresentatoren in de voorjaarsvakantie. En je hebt ook een YouTube bootcamp en eigenlijk nog veel meer leuke dingen. Ook alle info daarover staat hieronder gelinkt. Verder mag ik ook nog twee kaartjes weggeven voor Beeld en Geluid. Dus als het je leuk lijkt om langs te komen, like dan even deze video. Zorg dat je geabonneerd bent en laat hieronder even een reactie achter. Dan kan ik je een berichtje sturen als je hebt gewonnen. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga weer naar Rotterdam toe. Doei!